Deze highlights worden u aangeboden door Takeaway.com en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Garcia naar Mingueza. Het is nog wachten op de eerste kans. Deze bal wordt weggewerkt. Daar zijn ze al opnieuw met Gavi. Memphis. Wat moeilijk wat hij daar probeert, maar blijft dan wel in balbezit. Memphis Depay met een eerste kans. En dan meteen ook de goede verdedigende actie. Ze blijven wel in balbezit. Er is wel een absoluut diepgang bij dit Barça in deze beginfase. Ze proberen. 25e minuut. Opletten, daar is de poging en de redding van Ter Stegen. De poging van de Pena. Kitchiora maakt zich daar helemaal gelijk met de grond. Sigankov. Een rol naar Heibel van Hout. Chaparenko. Deze is al een pak beter. Die poging van daarnet. Nikola Chaparenko. Goed gelopen. Zoals ik daarnet al zei, die lopende jongens. Dat wordt het gevaarlijkst. Kijk. Dan naar de buitenkant Mingueza. Met de voorzet. Nu is daar Nico met de kopkans. Dan krijg je hem daar niet voorbij. Een Oekraïner. Dit was wel een grote mogelijkheid voor Barcelona. Nico. Die daar kwam opduiken. Hij komt hem tegen Memphis. Als ik het goed zie. Chaparenko. De Pena. Karavaev. Opnieuw De Pena. Karavaev, goede bal meegegeven met Bujalski. Bujalski probeert hem voor te brengen, dan de plaatsbal. Niet onaardig deze poging van Karavaev. Hij krult hem naar de verste hoek. Nou, dit is het spel van Dynamo Kiev. We zien ze niet al te vaak. Het is Barça dat ook in deze tweede helft vooral de bal heeft. Maar af en toe komen ze wel eens tegenprikken. Dan zijn ze ook wel gevaarlijk. De Jong, Dembélé met de versnelling. Kijk naar Dembélé. Snelle benen van Dembélé. Gaat hij het doen? Ah, loopt zich vast. Een leuke actie van de invaller Ousmane Dembélé. Memphis. Hij ziet toch wel meteen dat hij deze ploeg wat kan bijbrengen. Mingueza. Dan is daar de goal. Jawel, het is Ansu Fati die deze bal in één tijd binnenramt. En die Barcelona op 0-1 brengt dan Ansu Fati. Uitgerekend hij aan het kanon. Het is verdiend. Dat wel op basis zeker en vast van deze tweede helft. Waarin de ploeg van deze Sergi veel meer balbezit had dan Dynamo Kiev. Zeker de laatste 10, 15 minuten. En dan krijgen ze eindelijk eens een bal tussen de palen. En is dit de man die er 0-1 van maakt. Bujalski. Dynamo Kiev komt wel. Dan is daar Ter Stegen. Kan hij hem binnenhouden? Of is die bal over de achterlijn geweest? Sidorchuk. Vond dat dit een hoekschop moest zijn voor Dynamo. Plettige blazen. Daar is Vitinho meegeven. Met Verbic, daar is misschien wel de kans.
En dan de plaatsbal van Tsigankov. Goeie save van Ter Stegen. Benjamin Verbic dan in één tijd. Rijk laat hem hoog over. Dit was ineens een moment. Hier is een kans. Opletten, dit was nog gevaarlijk. Daar kwam Ilya Zabarny. Nog opduiken, maar ze hebben het oh zo lastig. Deze highlights werden nu aangeboden door Takeaway.com en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.